dia 1 januari 86, entrei em vigor a pensão-regeling lei do Estado. AB, AB gestione no 21, no 123. E artículo 9, let 1, está para o seguinte: het geweest statenlid heeft aanspraak op het genot van een overbrugging tot 80%. Heb je aan kijken? Dan als je zegt naar 186, elabij te 80%. Ja? Oké. Van de door hem als statenlid laatstelijk genoten inkomen. De duur van bovenbedoelde toelage kan maximaal 1 jaar bedragen. Ik weet niet, zeg ik dat miskoken door een grote naam kunnen ons. Als je de Darian Thias, minister, etc. Dan weet je een aan je boek van je overbrugge toelage. De duur van de toelage kan maximaal 1 jaar bedragen en wordt als volgt berekend voor de oude, zeg ik dat, oudere zin. Het systeem aquí, dat completamente outro, kunnen ons kunnen zeggen, Darian Thias. Het is dat. Voor de eerste 2 jaar dat hij onafgebroken statenlid is geweest, komt het gewezen statenlid gedurende 6 maanden voor de hier bedoelde toelage. Ik meen, orbiting, dus aan je bijarriba, en orbiting 6 lunen die overbrug. Want dit is aan je. Maximaal toen aan je. Terwijl hij voor elk gedurende het welk hij in aansluiting op het eerstgenoemde periode onafgebroken statenlid is geweest, in aanmerking voor 1 maand toelage. Ja? Weer ook maximaal doen aan je. Ik ben dus wat pensen van door het systeem dat je kan bekijken naar aan je gestuurd bij 86. Ja? Oké. Kubota ga je 6 lunen, je moet in 2 aan je, en bij cada aan je kubota statenlid, moet je 1 lunen overbruggen toelage. En naar de zon de 80%, ja? Oké. Okay. Is dit parade in lei? Ik ben overbrugstoelage kunnen ons dat kunnen zijn. Promeco, 86, dat different kunnen ons aan 32 koeken bij hebben. Na 2000, na aan 2000, dus passeer exact, maar schip ik in dat we die hebben in 7 oktober 2000, en lei nobo pa ministers, bouw het titel, heb je alleen nodig, een last besluit van 1 september 2000, nummer 1, bepalende de opneming in de afzonderlijke afdeling van het afkondigingsblad van Aruba, van de geldende tekst van de landsverordening rechtspositionele bepalingen, ministers en gewezen ministers, ad interim vigor. Zij het die januari 2000.